Hallo allemaal, ik ben Tristan van Leeuwen. Ik ben onderzoeker bij wiskunde aan de Universiteit van Utrecht. En ik wil jullie vandaag iets vertellen over mijn eigen onderzoek, waarin ik aanzichten en meetkunde gebruik om uit aanzichten driedimensionale reconstructies te maken. We kennen het verhaal bijvoorbeeld wel van Superman, die door van één kant naar iemand met zijn röntgenogen te kijken, erachter kan komen of deze meneer een gaatje in zijn kies heeft. Maar dat is nog niet zo eenvoudig als je denkt. Als Superman bijvoorbeeld vanaf de zijkant naar die meneer kijkt, ziet hij wel waar het gaatje zit, maar niet of dat links of rechts is. Dus dan zal Superman ook vanaf de andere kant moeten kijken om erachter te komen of het gaatje aan de linker of aan de rechterkant zit. Dit heeft natuurlijk ook toepassingen in bijvoorbeeld het ziekenhuis, waarbij in een CT-scanner röntgenfoto's van verschillende kanten worden gemaakt om zo een driedimensionale reconstructie te maken hoe je er van binnen uitziet. Daar zien we hier een voorbeeldje van. Dit is een Playmobil poppetje in de röntgenscanner. En er worden aanzichten van verschillende kanten genomen met een röntgenfoto. En daar proberen we dan een driedimensionaal beeld te krijgen hoe dat poppetje er van binnen uitziet. Dat ziet er dan uiteindelijk zo uit. En hier zie je hoe die driedimensionale reconstructie plakje voor plakje wordt opgebouwd uit de verschillende aanzichten. Om te begrijpen hoe je daar de meetkunde en de wiskunde voor kan gebruiken, kunnen we het beste kijken naar de reconstructie van één zo'n plakje. En dan komen we hier op een simpel voorbeeld uit, een Japanse puzzel, waarbij we uit twee aanzichten proberen één zo'n plakje te reconstrueren. Nou, hoe werkt die Japanse puzzel nu? We zien hier in de bovenaan staat er hoeveel pixels er in elke kolom zwart moeten zijn. En hier staat hoeveel pixels er in iedere rij zwart moeten zijn. Dus hier bijvoorbeeld moeten 4 pixels zwart zijn van de 5. We weten alleen niet welke 4. Hier moeten 3 pixels zwart zijn. We weten alleen niet welke 3. Maar door even te puzzelen zien we bijvoorbeeld, als hier 4 pixels zwart moeten zijn, dan moeten zeker de 3 middelste zwart zijn. En door zo verder te puzzelen kunnen we in ieder geval deze al invullen. Dan kunnen we kijken, hier hoort nog een pixel bij, daar hoort nog een pixel bij. Door een beetje te puzzelen kom je erachter dat het plakje van het Playmobil poppetje in dit geval er zo uitziet. Dus nu aan jullie de beurt om ook zo'n puzzel te gaan oplossen. Een iets grotere, daar is die. Ik zou zeggen, ga je gang en veel succes.